is vandaan en ze is al een klein beetje aan het giechelen. Dag Lien. Hallo, ik heb een slappe lach. Is het waar? Wacht, dan ga ik eerst nog even jou een beetje tijd geven. Ah. Album van de dag. Album van de dag. No Goodbye At All, zo heet jouw nieuwe plaat, Lien. Het is ons album van de dag. Maar mag ik eerst, voor we verder gaan met te praten over jouw nieuwe album, toch nog even iets anders zeggen en doen voor jou? Ja. Ik weet dat jij vandaag verjaardag voor een cadeautje gespaard. We hebben samengelegd voor een cadeautje, zoals wilt u dat al zeggen zien. Dat we ze geplukt hadden in de Ah ja, nee, we hebben die zelf geplukt. We hebben die al jaren gekweekt. Oh, een boeketje bloemen voor jou, Lady Lynn, voor jouw verjaardag. We gaan natuurlijk niet zeggen hoe oud je precies bent geworden. Bram die profiteert er nu van en krijgt nu ook 3 kussen. Ik hoop dat je ze mooi vindt, Lien. Ik vind ze super mooi. Wow, ik heb de micro mee. Ik vind ze super mooi. Ah, dat vind ik leuk. Heb je veel goede cadeautjes gekregen vandaag? Maar ik ben nog niet thuis geweest vandaag. Maar gisteravond had mijn zus al een heel leuke mand vol met toffe cadeautjes op mijn bed gezet. Echt super de max. Een mand vol, is dat dan chocolade en dingen om te drinken? Zo, nee, allemaal wijze prutsjes. Prutsjes. Vrij leuke meisjesdingen. Zo. Allee, vooruit. Je hebt al een goede verjaardag gehad. En als een soort verjaardagscadeau aan jezelf dan. Ook jouw nieuwe album, om het daar toch maar even over te hebben dan. Ja. Ben je blij dat ze er is, jouw plaat, of ben je toch ook een beetje stressy dat nu iedereen zijn reacties zal klaar hebben op dat nieuwe album? Blij. Gewoon blij. Ik vind ook wel dat jouw plaat goed past bij het weer dat we de voorbije dagen hebben gehad. Echt zo'n warme zomerse plaat. Vind je zelf ook niet? Het is een ideaal moment toch, hè? Ja, maar ik had daar zo nog niet over nagedacht. Zei dat nog iemand daar straks, maar... Wij mensen denken daar dan over in jouw plek eigenlijk. Dat zal dat zo wel zijn. Het swingt nog altijd lekker, maar zoals je zelf ook al eens eerder hebt gezegd, je hebt er een beetje de jazz uitgehaald. Het is net ietsje meer pop geworden. Ben je bewust echt op een andere manier aan het album begonnen dan? Nee, want... Het is gewoon toevallig. Ja? Het is gewoon omdat we vroeger uit die swing jazz kwamen, omdat we dat speelden vaak. Ja. En 5 jaar lang eigenlijk. En nu, ik ben gewoon verder beginnen schrijven. En nu ook ben ik ook alweer aan nieuwe nummers bezig voor een volgende plaat. Maar dat is niet altijd met het oog op een plaat. Dat is gewoon, ik schrijf gewoon verder. Ja, ja. En dan cluster naar zoveel verschillende stijlen, dat dat daar wel insluipt, zeker. Ja, en jouw Magnificent Seven, die zagen dat ook allemaal zitten. Ja, die vonden dat eigenlijk wel ook een keer leuk, dat iets anders was. Ja. Je bent ook naar Parijs gegaan om het album op te nemen. Waarom naar Parijs? Omdat Renaud Létan zat daar, en dat was onze producer. En we zijn daar gaan opnemen in zijn studio, dus... En je wou echt per se naar Parijs gaan, of met hem samenwerken? Met hem, met hem samenwerken. Waarom? Ja, ik wou eigenlijk gewoon naar Parijs. Gewoon naar het buitenland, omdat dat goed klinkt achteraf. Dan, nee, waarom specifiek dan met die man? Wat maakt die zo bijzonder? Ik had een optreden gezien van Mokki in de Vooruit, en ik vond dat een heel mooie cd. En ik wou echt zo dat geluid op mijn cd. En ik keek wie dat dan gedaan had, en dat was Renaud. En Feist hoorde ik ook vrij graag, en die naam, Renaud, dat kwam ze op veel cd's terug dat ik graag hoorde. En dan ben ik hem gaan opzoeken op het internet. En dan zag ik dat hij Jimmy Lydell ook gemixt had, Peaches, van alles. En dan dacht ik, oké. Die moet ik hebben. Die wil ik. Ja. En je hebt hem gekregen. Ja. Lien, in ons land kent iedereen jou ondertussen wel al. Heb je plannen om met dit album verder Europa misschien te veroveren? Dat is de bedoeling. Allee, we hopen dat. We gaan sowieso Frankrijk proberen. Dat is wel het plan. En dan gaan ze verder kijken voor in Europa. Alright. Ik wens je daar gigantisch veel succes mee. Het zal zeker lukken, denk ik toch. En voor vandaag ook nog een fijne verjaardag verder gewenst. Ja, leuke dingen doen vandaag dan. Ja, ik ga straks op café. Op café pinten gaan pakken voor jouw verjaardag. Ja. Voor ons hoeft het geen verjaardag. Wij gaan gewoon altijd op café. Moet ook komen. Ah, dat is goed, we zullen er zijn. Maar eerst nog eens een nummer van op jouw album van de dag. Good Old Sunday Blues. Ja. Is dat een typisch nummer van op het nieuwe album, vind je? Het is misschien niet typisch, maar het is wel al een liedje dat ik al lang geleden geschreven heb. Dus een van de eerste. Het gaat over het gevoel zo van als je goed uit geweest bent op een zaterdagavond en je voelt je kip lekker, je voelt je echt zo vrij geliefd en populair. alles is in orde en de dag daarna, de zondag, hebben een kater, zowel fysiek als emotioneel. Ja, oké. Okay. We gaan eens luisteren hoe dat dan muzikaal precies klinkt. Lien, ik wens je heel veel plezier en veel succes met het nieuwe album. En nog een fijne verjaardag nogmaals. Hè. Dank je voor het album van de dag. Studio Brussel.